Ja, dat is een opgeleide vakdeskundige op zijn loodgieters, elektrotechniek. Dus ja, dat, ik heb, we hebben zelf bouwkundige chinisten bij ons van een ander legeronderdeel uit Nederland. Die bouwkundig alles hier in elkaar gedraaid hebben. Want het is niet alleen de brugplaats, maar we hebben ook landhoofden gemaakt. Ja, ik volg jullie. Kom maar mee. Ja, ik heb gemerkt dat het goed hout gesneden is. Stabiel. Ja, sterk. Nederlandse en Surinaamse militairen trainen hier voor het eerst sinds 12 jaar weer samen in de Surinaamse jungle. En in totaal gaat het om zo'n 250 militairen. En trainen is noodzakelijk. Nederlandse militairen, zeker ook mijn eigen, worden namelijk overal ter wereld ingezet. En er is geen gebied op aarde uitdagender dan de jungle. Hoge temperaturen, luchtvochtigheid, de aanwezigheid van gevaarlijke dieren en planten die erop uit zijn om ons aan te vallen en de dichte begroeiing maken overleven in de jungle bijzonder moeilijk. En biedt daarmee voor onze militairen de meest uitdagende trainingsomstandigheden die we eigenlijk kunnen vinden. En dat is precies wat wij nodig hebben. Opereren onder alle omstandigheden, hoe fysiek, zwaar en mentaal dat ook is. Gevechtsoperaties in de jungle zitten in het takenpakket van de Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers. En daarom trainen we hier samen in de Surinaamse jungle. Namens Nederland wil ik u dan ook, meneer de president, en al uw functionarissen hartelijk danken voor deze uitgelegen kans. En ook spreek ik mijn dank uit naar de Surinaamse militairen die de jungle training ondersteunen en mogelijk maken. En als blijvende blijk van deze waardering schenk ik u namens de Nederlandse krijgsmacht 20 aggregaten, waarvan er hier één als voorbeeld staat, die energie kunnen leveren op moeilijke bereikbare plekken. En deze Beliebrug die door deze mensen samen gebouwd is. Een Beliebrug is een noodbrug die in geval van noodgevallen of weggeslagen bruggen en of wegen altijd operationeel neer kan leggen in zeer korte tijd. En is daarbij ook makkelijk te transporteren naar een locatie waar iets weggevaagd is. Dus, en in dit geval is dat natuurlijk hier live eigenlijk ook gebeurd. Want hier was de weg weggeslagen door hoogwater een tijd geleden. En daar hebben wij op ingesprongen om een Beliebrug neer te leggen. Met wat landverbetering en uiteindelijk met z'n allen de brug eroverheen te leggen. Deze specifieke brug, hoe lang is hij en hoeveel kan hij dragen? Nou, deze brug is vanaf beginbrug tot een eindbrug. Zonder de oprit is net even 15 meter. Ja, en er kan zo'n 55 à 60 ton overheen. Er kan een tank over. Daar is die ook voor gemaakt in principe. Dus is wel een beetje inherent aan hoe zwaar de tank is. Maar ja, tot 60 ton kan er gewoon een tank overheen. Dank u wel. Ja, tegelijkertijd kijk ik uit naar een meer structurele samenwerking. Een duurzame samenwerking om ons leger te hervormen naar een professioneel leger. Een leger dat multi-inzetbaar moet zijn. Het tweede is namelijk dat we als Surinaamse leger ook moeten het leger goed moeten voorbereiden op andere missies die kunnen komen, waar de wereld kan vragen aan lidstaten om een bijdrage te leveren aan die wereldvrede. En dat kunnen zijn vredesmissies, dat kunnen zijn andersoortige missies waarbij je als land een bijdrage moet leveren. Nou, dan moet jouw leger ready zijn. Dan moet jouw leger kunnen optreden op basis van internationale normen, standaarden en procedures. Nou, deze trainingen geven jou de ruimte om te komen tot die standaardisering. Bedankt en hopelijk dat jullie, voordat jullie weggaan, ook alle andere bruggen helpen bouwen en renoveren. Dat zal geweldig zijn. Nou, ik volg jullie. Kom maar mee. Ja, ik heb gemerkt dat het goed hout gesneden is. Dit hout hebben wij meegenomen uit Nederland, want dat zijn precies planken op maat. Die horen ook bij de brug. Dus als je een brug compleet meeneemt, nemen we ook dat hout mee. En dat hoort erbij. Manschappen, militairen, geweldig, gefeliciteerd. Ja, en jullie laten zien dat jullie in korte tijd, want dit is niet alleen een product van spijkeren en schroeven en moeren plaatsen, het is een product van vertrouwen. Hoe lang heeft het geduurd om het te monteren? Inclusief alles zijn we hier 2 weken terug mee begonnen. Met landverbetering, landhoofden maken, alles weer in goede banen leiden. En uiteindelijk inclusief de brug eroverheen, 2 weken, precies 2 weken. En in geval van echte nood, hoe snel kun je zo'n brug opzetten? Maar dat die,
In geval van echte nood kan je zo'n brug in een dag neerleggen. Nou, dan kan je hem gewoon koud op de grond leggen, hoe de situatie is. En dan kan je hem zo over, letterlijk over een gat heen rollen. In principe kun je met 6 man, eigenlijk kun je deze per baliepaneel dan, eigenlijk zou je deze brug kun je helemaal met de hand bouwen. Alleen we hadden gelukkig het voertuig erbij, dat we ja, daarmee konden assisteren. Mooi. Dat is prachtig. En zo zullen we een keertje, het zal niet ver liggen vanaf dit moment, dat we ook over de quarantainebrug gaan lopen. Om daar ook een brug te plaatsen. Ik wil u de minister uitnodigen om toch nog even 150 meter door te lopen om bij de opening van de tweede brug. Zo. Daar mag ik bij. Doorgaan naar de derde. Ooit komt er een brug op, hè? Dat was een brug. Dit is de tweede brug, hè? Dit is de tweede brug, president. De voetgangersbrug richting het oefengebied waar de bivakken zitten van het bosbivak Zanderij. En die dus weer gebruikt kan worden voor de militairen die hier opgeleid gaan worden. En deze brug was helemaal defect. Dus die hebben we helemaal gestript en opnieuw opgebouwd met deze materialen. Dus ook deze is voor u. Nogmaals bedankt ook voor deze brug. En u ziet, hoe meer bruggen we krijgen, hoe verder we komen. Hoe verder we komen. Ja, ik weet niet. Je ruikt het, hè? Ja, je ruikt het wel. Die tweede brug is de hout van die tweede brug ook meegenomen? Nee, dat hout is allemaal lokaal hier gekocht. Dat hebben we lokaal bij een houtleverancier in Paramaribo besteld. Die heeft dat voor ons gezaagd allemaal. En dat hebben we van hem op maat. Ja. Dat hebben we van hem bekomen. En daarmee hebben wij die brug gemaakt, die voetgangersbrug. Maar dat hele project heeft ook 2 weken geduurd. Want we hebben de oude brug weg moeten halen en al die oude web moeten verwijderen. En daar een nieuwe brug opgelegd. Ja, toen wij hier aankwamen hebben wij het hout besteld en het is best snel gekomen. Alleen het is voor ons ook even wennen om hier met ons materiaal dit mooie hout te bewerken. Want het is iets anders dan wij normaal gewend zijn. En dat is een hele mooie ervaring, want het is echt een prachtige brug geworden. Met het hout van hier. Ja.